Overmorgen is het bevrijdingsdag. En daar gaan we ook over praten met Eppo. Want Eppo, we hebben jou gevraagd om weer eens in het archief te duiken. Is er veel in het archief eigenlijk? Er is waanzinnig veel. En ook prachtig, uniek, mooi materiaal. Dat loopt. Ja. Ja, dat. Nou, laten we dat eigenlijk maar meteen gaan doen. Vorige week, toen zat je hier bij ons aan tafel, toen ging het over Koningsdag. Maar eigenlijk ook nog veel meer over Koninginnedag. Omdat daar natuurlijk een veel langere geschiedenis in is. Daar hebben we fantastische beelden over gezien. Morgen. Ja, u bent er ook, denk ik. 4 mei, ja. Zeker. Ja. U bent er? U bent er niet, denk ik. Nee. Normaliteit bent u er natuurlijk ook als voorzitter van de Kamer. Ja. De koning is er. De koning, de koningin, de voorzitter van het Nationaal Comité, Gerdy Verbeten, is er. Jij? En dan nog een heel klein groepje omheen op een volledig verlaten dam. Ja. Verder die helemaal afgeschermd is, waardoor er geen publiek bij kan. Ja. Ik denk dat het ook heel mooi kan zijn eigenlijk. De koning die daar op een volledig verlaten dam een toespraak houdt. Ja, ik denk niemand heeft het zo gepland en niemand heeft het zo gewild. Maar ik denk dat het een herdenking wordt die daardoor wel historisch is. En waarvan de beelden lang zullen blijven bestaan. Maar dat weet hij beter voor de eeuwigheid. Ja, dat sowieso. Maar... Ja. Nee, maar en de goede hoop dat het ook de enige keer is. Laten we dat maar ook afspreken dan. En ik vind het ook wel indrukwekkend dat de koning wel spreekt op de dam. Ja. Dat had hij overigens ook gedaan als het dan vol was geweest... vanwege de 75 jaar bevrijding. Maar nu een boodschap voor eigenlijk voor iedereen... maar heleboel mensen die er niet zijn. Ja. Dat is echt doodse stilte. Ja. Ja. Zullen we het archief induiken? Ja, met veel plezier en liefde doe ik dat natuurlijk. Dan beginnen we geloof ik eerst halverwege de jaren 50. Ja, omdat dat monument wat daar is, dat is natuurlijk niet zomaar gekomen. Dat is niet in elkaar getimmerd op een dagje. Maar daar is eigenlijk een mooi compromis tussen drie mensen eigenlijk. Architect Oud en John Redeker en Paul Grégoire. En de gemeente Amsterdam had eigenlijk twee monumenten in gedachten. Maar er moest er één worden. En dan is de plek toch echt de Dam. En we hebben hier de onthulling... op de dodenherdenking op 4 mei, 56. 11 jaar na de bevrijding is het Nationale Monument voor de Gevallenen op de Dam in Amsterdam in tegenwoordigheid van duizenden mensen onthuld door Hare Majesteit de Koningin. Nadat de koninklijke familie haar plaatsen had ingenomen, droegen 48 kinderen de 12 urnen naar het gedenkteken. Onze vorstin verrichtte hierna de eigenlijke onthulling van het gedenkteken. Nadat de burgemeester namens de hoofdstad de zorg voor het gedenkteken had aanvaard, legden koningin Juliana en prins Bernhard een krans aan de voet van het monument. Ja, dat is toch prachtig. Wat weinig mensen weten is dat aan die achterkant van dat monument, je ziet het mooi nu in beeld, zitten die 12 urnen. En dat is letterlijk bebloede aarde, zeg maar. Dat zijn van zogenaamde fusillade plaatsen waar mensen zijn gefusilleerd. Mm-hmm. En dat hebben zij daar, dat is daarin in verstopt, zeg maar. Dat, niet iedereen weet dat. En dat maakt het natuurlijk toch een heel bijzonder monument ook. Er zit echt alles op, aan en in om naar te kijken. Sommige mensen zeggen het is puur lelijk. Ja, dat snap ik, dat mensen dat vinden. maar goed, hij staat er. En het heeft een belangrijke symbolische... Ja, want die dam natuurlijk als plek, als nationale plek... dat was een daar is van alles gebeurd. En een waanzinnig incident, dat speelde zich af... eigenlijk vrij rap na de vrede, 6 mei, 7 mei. Een soort van bevrijding. Iedereen was feestend in de stad. 12:30 smiddags reden wat Canadese tanks. Ja, daar was iedereen... Het gerucht ging dat er om 4:30 een heel cordon Canadese tanks... waar iedereen dan op kon klimmen. Dus uiteindelijk trokken duizenden Amsterdammers richting die dam... om dat ook echt te vieren. Net zoals we nu dat corona als wat vrijkomt, dan ga je het vieren. Dat deden ze daar ook. En toen gebeurde dit. Die 7e mei was de BS gewapend op straat. Overal in de stad gingen ze Duitsers aanhouden en ontwapenen. Hoewel dat officieel verboden was. Ook bij de Dam in de Paleisstraat. Deze arrestatie konden de Duitsers in de grote club zien vanuit het raam. En het staat vast dat ze er zeer kwaad over werden. Sommigen begonnen te schieten. En ooggetuigen zagen hoe de deur van het balkon openging... en er een mitrailleur op het balkon werd opgesteld. Daaruit volgden salvo's op de menigte op de Dam. Iedereen vluchtte. Hoeveel mensen zijn daar omgekomen toen? In het begin dacht men ongeveer eerst 19, 22. En er is lang een onderzoek naar gedaan. Inmiddels 32 mensen zijn daarbij omgekomen. Waarbij de jongste 8 jaar was.
En ja, een verhaal. Wim de Leeuw, een jongen die er niet naartoe wilde, maar van zijn moeder moest. Uiteindelijk is die ook doodgeschoten. En zijn moeder heeft natuurlijk altijd treurig, dus daar schuldig over. Het zijn echt dramatische verhalen. Deze foto ook, dat schuilen achter het draaiorgel. Ja, het draaiorgel, het snotneusje, zo heette dat. En dat is heel bijzonder. En wat overigens deze stichting uiteindelijk later heeft gedaan in 2016... weer, zeg maar, als je op de Dam loopt... en dat weten niet heel veel mensen, denk ik... maar dan zie je de namen van deze slachtoffers letterlijk in de stenen zitten. Ja. En ieder slachtoffer heeft zijn eigen verhaal. Dat hebben ze helemaal uitgezocht. Wist je dat? Dat maakt het heel bijzonder. Want veel mensen lopen en denken, wat staat daar nou voor naam? Maar dat zijn een van de mensen die daar, een van de 32... en men vermoedt zelfs dat er misschien wel meer mensen zijn omgekomen... maar dat weet men niet helemaal precies. Ja. Laten we als we een grote sprong maken, dan komen we ook uit bij de Damschreeuwer. Dat was toch een moment. Ik kan me herinneren dat ik er ontzettend van schrok door wat er geweest is. Wij keken op onze redactie naar de herdenking. En er ontstond een ontzettende paniek. Maar ook gewoon als je niet op die Dam was. Omdat je dacht, wat gebeurt hier? Dat zijn hele ingrijpende. En ook zo omdat het past bij eigenlijk wat je net zag in dat zwart-wit. Hè. Dat is moeilijk te volgen. En bij die Damschreeuwer komt het zo dichtbij. Omdat het eigenlijk nog zo kort geleden lijkt. He, ook in die doodse stilte. Als je er hebt gestaan op de Dam, ik heb dat een paar keer gedaan. Dan hoor je alleen maar het fladderen van die duiven. En er was toen spanning. Hè. Het was 2009, de aanslag bij de Naald. Dus er was ook al een raar soort spanning in de stad. Zeg maar. Ja, en het was... Ik denk dat jij er ook bij was. Wij waren erbij. En wat er gebeurde was de dranghekken, die vielen om. En als je vooraan stond, dan hoorde je het knallen. Ja, en dat was het geluid van schoten. Ja. Ja. En dat maakte het... Dus je wist niet waar het vandaan kwam. Het was heel eng. Zullen we even kijken? Zullen we even gaan? Ja. Ah, sorry. Tijdens de 2 minuten stilte wordt er hard geschreeuwd en onmiddellijk ontstaat er paniek. Gevolg worden afgevoerd. Fascinerend, hè? Hoe dat werkt met zo'n massa en de psychologie daarachter. Dat iemand gaat rennen. Ja, heel beangstigend. Ja. Maar toch is het mooie van dit moment is dat daar dan men zich sterkt in die viering, in die herdenking. Dat is natuurlijk waarom het zo belangrijk is. En uiteindelijk zie je hier iedereen zich herpakt en niet veel later de herdenking gewoon doet zoals het afgesproken was. Ja. En dat is toch wel heel bijzonder, want in feite is die dodenherdenking nooit echt verstoord. Dit is echt de enige keer geweest. Ja. Men heeft wel eens een keer aangekondigd. In 2018 wilde iemand nog een luchtalarm laten horen tijdens die stilte dan of iets daarvoor. Maar uiteindelijk, het feit dat het gewoon doorgaat is eigenlijk een mooi symbool. Ja, je ziet het hier niet, maar ik kan me herinneren dat als op het moment dat Beatrix dan terugkomt met opgeheven hoofd. Ja. En ik kreeg een brok in mijn keel, kan ik me herinneren. Dat was zo ontroerend. Want je zag die angst in haar ogen en tegelijkertijd toch ook dat moedige van ik kom terug. Ik leid mijn volk. Leid mijn volk. Deed. Ja, prachtig. Ja. Ja, mooi. En Willem-Alexander natuurlijk op zijn manier ook al in zijn, zoals hij daar staat. Ja. En die staat daar dus morgen in zijn eentje, zeg maar, tussen... Dat heeft hij ook nooit eerder gedaan, dus dat is heel boeiend. Ja. Laten we eens een wat ander beeld gaan appen. Ja. Niet alleen over dodenherdenking, want dit zijn gewoon de dagen dat er in de meest brede zin ook wordt nagedacht over wat er in de oorlog is gebeurd of hoe de oorlog ten einde kwam. Of bijvoorbeeld ook de koninklijke familie, die op een bepaald moment weer terugkeert naar Nederland. Daar heb jij ook beeld van. En dat is gemaakt door Frits Tors, als ik het goed heb. Ja, Frits Tors, eigenlijk de Philip Freriks. Van toen? 65 en 72. Ja. De Witte had van die mooie witte haren en dan die zwarte bril. Dat was de meest betrouwbare man van Nederland, zo'n beetje. Maar hij was ook een verwoed amateurfilmer. En hij was er naartoe gestuurd als verslaggever voor Radio Herreis in Nederland. Hm. En wat had de ondeugende Tors gedaan? Die had zijn smartphone van toen, zijn kleine cameraatje, 8 mm meegenomen. Ik maakte die opname met een klein filmcameraatje dat ik in 1935, geloof ik, gekocht had. En hier, luisteraars, staan we dan met de microfoon vlak bij het vliegtuig dat zojuist is neergestreken. En daar komt de prinses Juliana, en daar komen de kleine prinsesjes naar voren.
Het is niet te begrijpen, luisteraars, dat dit inderdaad het historische moment is. Het gaat alles zo eenvoudig. De prinses zegt juist, het is een prachtige reis geweest. De prinses ziet er uitstekend uit in een bruin mantelpak met een wit hoedje. Dit zijn de eerste voetstappen van de kleine Margriet hier in Nederland. Ja, het mooie is dat Tors ook gewoon oog voor welk shot hij moet maken heeft. Dus hij heeft dat. Dus ik een prachtig shot dit. Dus, dat deed hij gewoon echt illegaal erbij. Dus ondertussen verslag maken en filmen. Ja. Er is veel beeld natuurlijk ook later vrijgekomen en gearchiveerd. Dat mensen gewoon hebben gemaakt omdat ze zelf een camera hadden. Ja, dat mooi. Die amateurs hebben een waanzinnig belangrijke rol gespeeld in het vastleggen van die oorlogstijd. Want ja, professioneel kon je niet filmen. En er was een Veerwerk, heette een blad, die zei: amateurfilmers, roep op, film deze tijd. Leg alles vast wat je kan. En dat hebben ze gedaan. En bewaar elk filmpje voor een moment dat belangrijk is. En dat deden ze ook. Want ja, die filmpjes waren niet meer te koop. Op een gegeven moment 1943, 44, ja, verdwijnt al dat materiaal. Ja, dus zij spaarden echt tot het moment. En dus dit, op een gegeven moment was er de bevrijdingsfeest in Amsterdam. Ja. En daarin heeft een prachtige amateurfilmer, Cornelis Gerrit van Ingen, laten we vooral, die heeft bedacht, daar moet ik mijn filmpjes op inzetten. En dan zijn we in welk jaar? Dan zijn we in 1945 ook, juni, van 26 tot 28 juni. En wat je ziet is in kleur, want dat was natuurlijk uniek. Wij kijken altijd naar zwart-wit beelden van die oorlog. En hij dacht, ik film dit hier met mijn kleurenfilms die ik heb gespaard. En kijk, lieve kinderrijke kindjes, er waren eerst feesten, zeg maar, voor die kindjes, er waren optochten, er waren uiteindelijk ook weer straatspelletjes. Daar zijn we heel goed in Nederland om dat te doen. Balletje lopen, dan je ziet hier van al die. En dat kleur maakt ik uit. En uiteindelijk eindigde dat, vond ik heel mooi, met de défilé der zegepraal, zoals dat heet. En wat veel mensen denken, de Amerikanen en de Britten hebben ons bevrijd, maar het zijn de Canadezen echt geweest. En die hadden 14 bijvoorbeeld doedelzakspelenkoren. Hier heb je een tocht van mensen die iets in het verzet hebben gezeten, de waarheid. De bladen, de bezige bij zag je net voorbij komen. Ja, dat was natuurlijk voor die mensen op dat moment echt een zegepraal, een zegetocht, waarbij iedereen op zijn meest kokette kleertjes opgepoetst en wel zijn best deed met dit soort praalwagens, waar wie een goed ambacht heeft geleerd, verdient de kost waar hij verkeert. Dat is toch prachtig? Leven de vrijheid! En zo is het. Ja, daar heb je die polygoonstem weer. Mooi. Dankjewel. Dankjewel. Met liefde. Roxanne, wat doe jij eigenlijk?